Morgen mensen. Ik ben net wakker, hè, dus jongens, rustig aan. Ik begrijp van iedereen dat het geluid bij die ecofilm weg was. En ik heb iets gedaan. Ik heb werkelijk geen idee wat ik gedaan heb. Maar het geluid is weg, maar de film is ook weg. Dus ik en computers, dat gaat net aan, hoor. Nee, maar dat is heel simpel. We hadden een Ecoflow. Ik zal hem laten zien. Als jullie maar niet op de rem willen letten, want we moeten nog ontbijten. We hebben net alles klaargezet. De camper is niet formaat vrachtwagen. Maar er zit hier een... dat is de Ecoflow River Max, is dat. En daar heb ik dus die extra batterij bij gezet. Nou, die is nu aan het laden. Is hij nou echt geschikt om in een camper? Nee. Ik heb hieronder, onder het bed, er zit nog een omvormer. Maar de accu is eigenlijk te licht voor het zwaardere werk. Dus een espresso kan er niet op. Water koken, nou, dat gaat net aan. Dus we zaten eigenlijk al een beetje te kijken van, nou, willen we toch zo'n grotere. En dat had ik op de jaarbeurs gezien. En ik ben een luxe kampeerder. Ik wil wel gewoon comfort net als thuis. Ik wil niet kramperen. Ik moet niet koffie op gaan schenken. Nou, vind ik wel leuk koffie op schenken, maar als ik geen zin heb, moet ik gewoon een knopje drukken. En we lopen toevallig naar buiten. We gingen douchen. En de buurman, hier achter me, of naast me bedoel ik, die heeft dus een Ecoflow Delta 2. Echt zo'n ding. Dus daar heb ik wel mijn zin op gezet. Die heeft gewoon 1800 watt continu. En deze heeft maar 600 watt continu. Het is leuk om laptops op te laden. Als jij een dagje weggaat, dan is het echt leuk spul. Maar we gebruiken hem thuis gewoon heel veel. Voor de verlichting. Ja, ik heb er thuis ook twee zonnepanelen bij zitten. Dan laat hij ook op. Het had eigenlijk net even wat zwaarder moeten zijn. Even een stapje. Het redt het wel, het redt het niet. En ik denk, nou weet je wat, ik zet hem in serie met die andere. Nou, vergeet het maar. Die accu die kan niet bij. Dus ik moet eigenlijk een groter accu in de camper. Nou, een ombouw naar lithium, ja, dat kost me godsvermogen. Nou, dat ga ik geen eens doen. Daar begin ik gewoon niet aan. En waarom? Een dynamo laat gewoon net even te hoog. Waardoor je BMS van je accu steeds ingrijpt. En ik heb voor mezelf een beslissing genomen. Als ik een accu wil, wil ik gewoon een super B-accu. En niet een of andere Ling Long Ping Ping Yang Yang accu. Ik wil gewoon kwaliteit. Ik heb op de beurs gezien het verschil van dat spul. Dat is enorm, dat verschil. Dus, maar goed, onder dat bed er zit ook de verwarming. Dat is nou het leukste. Wat hebben ze nou gedaan onder dat bed? Daar zit de acculader en de omvormer. De acculader en de kachel zitten bij elkaar. Echt, dan moet je een stomme Fransman zijn om dat toch zo te plaatsen. Maar het is geplaatst, ik heb niet anders. Dus gistermiddag had ik dat hele bed omhoog om die warmte kwijt te raken. Want ik kreeg wat piepjes en toontjes en rammeltjes van de dingen. Dus dat is eigenlijk een beetje het verhaal. Dus, maar mensen, als je zegt van ik ga kamperen met een tentje. Op zich heb je hier genoeg aan. Deze Ecoflow River Max. Wij nemen hem ook mee naar de vogelhut. En hebben een waterkokertje van 500 watt erop. En denk, ja, nog 5 minuten later kookt, ben je 10% van je accuvermogen kwijt, van 500 watt, 220 volt. En je kan hem gewoon gebruiken, ideaal. Maar nu ga ik ontbijten, want ik heb echt koffie nodig, jongens. Dus Cindy, ik hoop dat hij erop staat nu.